nu mag je niet spelen, dat moet je zijn. En daar was ik wel zenuwachtig voor. Maar dat is heel goed gekomen. Ik zou dat wel tof vinden als dat ook in de winkel komt bij JBC. Christel Verbeke is blij dat 2015 erop zit. Want het was een heftig jaar. Een jaar vol emoties. Het jaar waarin ze stopt als K3-meisje. Het is een voorrecht en een plezier geweest om meer dan 16 jaar van ons leven K3 te mogen zijn. Was je er zelf echt klaar voor? Wou je stoppen? Maar ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dat ik daar nooit klaar voor ga zijn, 100%. Ik denk dat ik altijd het gevoel ga hebben van, het is toch zo plezant. Als ik jou maar één ding kon geven, dan was het hoe ik binnenin. Ontluik als jij mijn liedje zingt, kijk maar. In april staat Christel voor de allerlaatste keer op het podium. Ze zal dan 18 jaar de zwarte van K3 geweest zijn. Bijna haar halve leven. Daarom vind ik het misschien ook zo moeilijk om K3 wat los te laten. Omdat dankzij K3 is mijn leven echt veel beter geworden. Ja, dan begon ik mijn eigen centjes te verdienen. En werd ik zelfstandiger. Ik heb mijn man leren kennen. Ja, K3 van mij een betere mens gemaakt. Ik moet mijn plek afstaan. Mensen die nog niet eens de moeite doen om te kijken waarvoor dat ze zich inschrijven. Dat gaat niet. Maar K3 verlaten doet ze niet echt. Ze wordt nu de manager van de groep. Want zij kan als geen ander zeggen hoe je K3 wordt. Omdat nu zoveel tegelijk is. Ja. Het is dan volgende week ook videoclip en dan is de Saint Show. Er is niemand die alle facetten van K3 mee bewandeld heeft dan ikzelf. Waardoor ik hen heel hard kan waarschuwen ook van kijk, nu is het heel druk. Ik zeg maar, er komt een ander moment. Er komt een moment dat je gewoon aankomt en je die show kent en dan kan je echt beginnen genieten. En de applaus gaat alleen maar energie geven. We willen jullie bedanken voor alle steun die jullie ons hebben gegeven tijdens K3 zoekt K3. Ja, want zonder jullie hadden wij er vandaag nooit gestaan. Het is anders, hè. Toen wij begonnen moesten we echt nog wel groeien. En het was niet zo dat heel Twitter al meekeek. Hè. Dat geluk hadden we. Ik denk dat voor hen de druk nog hoger ligt. Maar voor mij moeten ze niet al perfect zijn van in het begin. Ik vind het tof. Het is pas als er een kraksken in zit dat het licht erdoor kan schijnen. Twee weken geleden is Christel 40 geworden. Een keerpunt, een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk. Maar nooit zonder K3. Ik vond 2015 niet echt een makkelijk jaar. Ik heb afscheid moeten nemen van vele dingen of toch leren loslaten, wat niet makkelijk is. Ik hoop dat ik in 2016 kan nagenieten van alles. Ja.